Of je nou in crypto zit of niet, je hebt ongetwijfeld gehoord over de Bitcoin Spot ETF. Het is een gigantische gebeurtenis die hopelijk deze week gaat gebeuren. Ik geef jou mijn persoonlijke voorspelling over wat er gaat gebeuren. Ik laat eens zien wat ik met mijn coins ga doen. En ik geef een aantal altcoins waar ik naar kijk in 2024. Dus later er gelijk in gaan duiken en beginnen met wat we precies kunnen verwachten van Bitcoin. Want eigenlijk is er één patroon wat ik wil dat je gaat weten voor deze gehele bull market. En dat is namelijk de Power of Three. Wat is de Power of Three precies? Nou. Een power of three bestaat uit drie verschillende fases, namelijk de accumulatie, de manipulatie en dan de distributie. Als je dit weet, dan kun je veel beter jezelf wapenen tegen potentiële valstrikken die, zich gaan, die gaan plaatsvinden in de bull market. Oké, okay, laten we eerst kijken hoe deze eruit ziet. We zien hier zien we bijvoorbeeld een voorbeeld van 1 januari. We zagen een lange zijwaartse beweging nadat we natuurlijk die gigantische movement omhoog hebben gezien in de afgelopen periode. En vervolgens... Kregen we hier na de accumulatie manipulatie. En nadat je manipulatie hebt gehad en boven de highs een rejection aan het vormen bent. Hè, aan het afwezen bent boven die highs van deze range. Dan krijg je een distributiefase. En dat gaf natuurlijk op dit moment de mooiste inkooppunten op altcoins. Nou, tevens is dit ook ongeveer wat er hier recentelijk is gebeurd vandaag. Namelijk dat we hier een kleine push omhoog zagen. Hier zo. Oh. <laughs> Excuus. Hier zo zagen we een push omhoog en die werd ook weer gevolgd door een kleine dump hier zo. Op de 15-minuten-timeframe zagen we dat hier een dump kwam van ongeveer 3%. Nou, dit soort bewegingen die vinden zichzelf, die vinden niet zomaar plaats. Ze vinden plaats omdat mensen leverage gebruiken in de markt. Leverage betekent dat traders aan het handelen zijn met hefboom en dit betekent dus ook dat als ze hun posities aan het vergroten zijn, dat ze dan... Geliquideerd kunnen worden uit hun posities. En dit ziet er ongeveer zo uit. Kijk, hier zou je bijvoorbeeld een liquidation map. Een liquidation map geeft eigenlijk aan wat voor posities er allemaal open zijn. En vervolgens geeft het aan op welke prijzen de liquidatieprijzen van deze posities liggen. Heel simpel gezegd betekent het eigenlijk gewoon. Dat hier posities staan. En dat er eigenlijk een liquidatieprijs van die posities hier te vinden valt. Dus hoe verder je hier zo richting die 44.250 gaat kijken. Hoe meer posities geliquideerd kunnen worden. En je ziet hier dus ook dat voordat deze liquidation gebeurde, hè. Voordat deze liquidation gebeurde, deze foto's van deze ochtend. Dat we hier nog een hele hoop posities open hadden staan. Nou, wat gebeurt er dan? We zien dat we een hele vlugge beweging krijgen. Al die posities worden geliquideerd. Waarom? De prijs wil altijd bewegen naar daar waar de liquiditeit ligt. Dus als je vlug naar beneden toe kan bewegen en je weet: oké, okay, dan trigger ik liquidations. Dan kan je daarna bijvoorbeeld als grotere speler in de markt de prijs weer opkopen. En vervolgens kun je geld verdienen aan beide kanten. Dus vandaar dat dat soort bewegingen plaatsvinden. En dit is dus een voorbeeld van hoe dat op de lange termijn ook kan gebeuren. Op de langere termijn-timeframe. Dan heb je accumulatie, manipulatie en distributie. Nou. Dit kun je dus ook gebruiken, nu bijvoorbeeld op de weekly timeframe. Want wat verwacht ik nou precies van Bitcoin met de ETF-lancering? Als allereerste gaat er natuurlijk een inflow komen van kapitaal. Zowel van BlackRock verwacht ik dat er inflow gaat komen van hun specifieke ETF. Zij verwachten meer dan 2 miljard aan volume, maar dat is pas op de lanceerdatum. Maar zodra het nieuws naar buiten komt dat ze daadwerkelijk doorkomen, die ETF's, dan verwacht ik een vlugge beweging naar boven toe. En die verwacht ik specifiek hier zo naar het prijspunt 48.550 tot ongeveer die 50K levels hierboven. Dus we hadden natuurlijk al eerder, hadden we anticipatie gegeven richting deze levels hier zo, richting die 48.550 en 50K. Waarom? Omdat als je de high en de low van deze beweging pakt, dan zit hier zo de golden pocket. En buiten de golden pocket zit hier een belangrijke high. En dat is eigenlijk specifiek de high waar ik persoonlijk naar zou kijken: dat je er even boven kan komen op 48.222. Om vervolgens hier zo een tijdelijke top te kunnen gaan neerzetten. Dat is in elk geval een scenario aan de bearish kant waar ik rekening mee hou. Mochten we gewoon op de daily timeframe hier zo deze closes blijven neerzetten op het daily timeframe. Boven de highs. Dus stel je voor we krijgen een mooie close op de weekly. Bijvoorbeeld boven de 48.550. Eigenlijk ietsje hoger richting die, uh, richting die 50k levels. Als je daar een weekly close boven zou kunnen krijgen. Dan zie ik het eventueel nog wel gebeuren dat we hogere levels gaan bereiken. Maar daar wil ik wel eventjes bij zeggen. Dat ik de markt nog steeds redelijk overextended naar boven toe vind. En als je dit soort bewegingen ziet. Dit zijn natuurlijk niet ja, de ideale instapmomenten. Natuurlijk zijn het wel momenten waarop ik in mijn posities. Grotendeels blijft zitten. We hebben al posities afgebouwd rond deze highs, dus er is geen reden om nu nog verder posities af te bouwen. Momenteel zitten we ongeveer 70% in crypto, 30% in cash, dus we zijn nog steeds overwegend bullish. Dat wil ik er wel bij betellen, vertellen, uiteraard. Maar we verwachten dus uiteindelijk hier een tijdelijke correctie. En mocht die correctie gaan plaatsvinden vanaf bijvoorbeeld die 50k-levels, dan zie ik die correctie in elk geval doorzetten tot ongeveer de 40k. Maar hieronder heb je ook nog een mooi level waar de weekly demand zit van 37k. En de, deze zone hier, zo van 37k tot ongeveer 34k. Dat zou ik echt een hele fijne zone vinden om bijvoorbeeld ook weer long term altcoins te accumuleren. En sommige grafieken zien er gewoon ook op de altcoin markt wat, wat overextended uit. Ik bedoel, kijk even naar Polkadot. Je hebt hier die weekly supply zitten. We zeiden toen ook al, 8,65 is een interessant uitstappunt. En vervolgens heb je hier zo dus die afwijzing zitten. Nou, je ziet een grote beweging naar boven toe. Je beweegt naar die weekly supply area. En dan komt er gewoon nieuw aanbod in de markt. Waardoor we uiteindelijk dus een kleine retracement kunnen gaan zien. Eventueel zelfs die doorzet tot ongeveer levels hier beneden. Weer terug richting die, ja wat is het, 5,60 dollar. Dat zou dan inkooptarget zijn. Mocht de correctie verder doorzetten naar beneden toe. Maar dan, wat verwacht ik nou precies van altcoins in 2024? Als allereerste vind ik het heel belangrijk om te vertellen dat nieuwe smaken vaak outperformen. Dus als je nou bijvoorbeeld in Cardano of Ripple of in XRP zit en je bent getrouwd met die coins, dan kan het zijn om een keertje te kijken naar iets anders, een nieuw project. Want de reden waarom is eigenlijk hè, dat als je gaat kijken naar de coins die historisch gezien het grootste rendement maken, dan zijn dat vaak de nieuwe smaken. Wij zeggen ook altijd, de nieuwe smaken in de crypto-markt die outperformen nou eenmaal. Nou, wat wil ik doen? Ik wil jou even een aantal nieuwe smaken geven waar je naar kunt kijken. En dat ga ik nu even doen in de vorm van een paar altcoins. De eerste altcoin waarvan ik denk dat die kan gaan outperformen is Celestia. Celestia, oftewel Tia, hebben we een positie ingenomen sinds 27 november. van dus ongeveer 5,49. Deze update hebben we gegeven in onze premium omgeving. Vind je dat interessant om te joinen? Check dan even de link in de comment. Je kunt 14 dagen gewoon rustig proberen voor slechts 1 euro. Krijg je ook toegang tot alle, alle educatiecontent. Om gemakkelijke start in de crypto-markt. Maar goed, Celestia. Celestia is dus een, een van die nieuwe projecten. En de reden waar, waarom dit project zo interessant is, is omdat door Celestia te steken, je, je momenteel kans krijgt op een hele hoop verschillende airdrops. En als je dus kans kan krijgen op heel veel verschillende airdrops, gaan dus waarschijnlijk mensen, zodra die grote airdrops uitgegeven worden, meer Celestia kopen. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een project wat momenteel gewoon heel veel hype heeft. En het is een nieuwe smaak in de cryptomarkt waarvan wij denken, die zou nog wel eens kunnen gaan outperformen. Dan niet, onge niet precies hetzelfde, maar wel vergelijkbaar. Neutron. Neutron is ook zo'n project waarvan wij denken. oké, okay, die zou nog wel eens kan gaan, kunnen gaan outperformen. Staat momenteel nog redelijk laag in de rankings. Hebben we ook een positie op ingenomen vanaf 44,7 cent op 19 november. En die staat momenteel dus op zo'n, nou wat is het, een stijging van ongeveer 264%. Maar dit is ook zo'n project waarvan nog wel redelijk veel verwacht wordt in 2024. Dan een compleet andere smaak, maar toch een hele belangrijke: BitTensor. BitTensor heeft ten opzichte van andere coins in de markt nog steeds niet een hele grote positie ingenomen. Wij hebben een privé WhatsApp groep waar ongeveer 170 tot 180 C-level executives in zitten. Die allemaal dus miners hebben. Of ze hebben um, een venture capital van onze crypto. Of ze hebben een eigen crypto-project. Echt gewoon mensen die op C-level zitten in de crypto-markt. En die dus super veel met de crypto-markt bezig zijn. En heel veel van die mensen vinden BitTensor interessant. Zitten er ook al in vanaf hele lage levels, rond de 30 dollar. En um, als je. Zou horen hoe die mensen erover spreken. Dan zou je heel boelisch zijn op BitTensor. BitTensor probeert AI en crypto op een slimme manier te combineren. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat AI in de toekomst hoogstwaarschijnlijk iets heel groots kan gaan worden. En BitTensor is echt een cryptocurrency die in ons optiek nog wel eens een keertje in de top 10 zou terecht kunnen gaan komen. Dus die houden we ook nauwlettend in de gaten. Dan een coin die terug is van weg geweest. Waar ik eigenlijk altijd al heel enthousiast over ben geweest. Die nu eindelijk. Het voortouw aan het trekken is, en dat is RUNE, ThorChain. Slaap niet op ThorChain, <laughs> alsjeblieft. <laughs> We hebben hem al een tijdje natuurlijk op het oog. En um, recentelijk heeft onze inkooptarget hier zo op 4.304 ook weer geraakt. Ik was natuurlijk posities aan het afbouwen vanaf eigenlijk rond de 4.55, 5.55. Ik heb nog één keertje verkocht op deze high op 6.66. En nu is mijn inkooptarget hier op 4.304 weer geraakt. Uh, ik heb nog een lagere inkooptarget staan op RUNE op 4.025. Van dit project verwacht ik ook nog extreem veel. En dat komt eigenlijk vooral door de tokenomics. Dus hoe beter de adoptie van RUNE ThorChain, hoe meer mensen naar het netwerk toe komen. Hoe meer ThorChain er uiteindelijk gekocht moet worden om liquiditeit te geven voor het gebruiken van het netwerk. Het is een project wat cross-chain swapping faciliteert. Maar dan vanaf de native chain en, uh, naar een andere native chain. Nou, als, dat, als je nog niet begrijpt wat dat precies betekent, geloof me, dat is helemaal geen probleem. Dat zijn juist om die reden interessante projecten om in te stappen. Want het is wel iets waarvan ik denk dat het in de toekomst nodig gaat kunnen zijn. Dat je dus een cross-chain swap van een native chain naar native chain kan gaan doen. En Thorchain kan hier gewoon een grote kans hebben in zijn om dit te gaan faciliteren. Mochten ze dit gaan faciliteren en mochten er meer volume komen naar het netwerk, dan verwacht ik gewoon heel veel van dit project in 2024. Dan de volgende voorspelling. Ik verwacht nog steeds dat Cardano Ripple gaat outperformen. Dat had ik natuurlijk al een tijdje erover gehad toen ik hier die analyse maakte in een andere market outlook video. Maar dit is het ratio Cardano ten opzichte van XRP. Nou, wat hebben we hier gezien? We hebben gewoon gezien dat over de afgelopen ja sinds 2021, eigenlijk sinds, um, wat is het? Ja, 2021. Hier zo. Heeft Cardano gewoon ten opzichte van XRP helemaal geen grote stappen gemaakt? Dus we zien 88,22% daling ten opzichte van XRP. Maar ik denk dat Cardano zeker nog wel stappen kan gaan maken ten opzichte van XRP. Zeker ongeveer richting die 2,26. Als we gaan kijken en we kunnen technische analyse toepassen hierop, dan verwacht ik gewoon dat Cardano ten opzichte van XRP zal gaan outperformen. Dus dat kan een interessante zijn. Ook wanneer je kijkt naar hoe je je eigen portfolio natuurlijk wilt indelen. Dan kan je dit als extra informatiepunt gebruiken om een beslissing op te maken. Dit is natuurlijk geen financieel advies. Je moet je eigen beslissingen volledig maken. Luister niet naar Renom Guy op YouTube. Voor de rest verwacht ik op de korte termijn dat Bitcoin over gaat nemen van de altcoins. Tot ongeveer een periode, nou, laten we zeggen van twee maanden nog. Dat we een, een Bitcoin dominantie kunnen krijgen van ongeveer 60%. En dat zien we vaker gebeuren. Hè? Helemaal met dat ETF natuurlijk. Zal er gewoon meer volume naar Bitcoin gaan. Bitcoin zal hoogstwaarschijnlijk ook een gedeelte van zijn volatiliteit verliezen. Waarom? Als er meer liquiditeit in de markt komt. Is er meer geld nodig om de prijs van Bitcoin te gaan bewegen. En daardoor zal er, zullen we waarschijnlijk over, laten we zeggen, 2, 3, 4, misschien wel 5 jaar. Zul je gewoon zien dat de volatiliteit van Bitcoin langzaam wat minder gaat worden. Omdat er gewoon veel meer mensen tegelijkertijd kunnen gaan handelen. Omdat er nu ook een ETF gekomen is. Dan verwacht ik dus dat Bitcoin ten opzichte van de rest van de markt redelijk hard gaat stijgen. En zodra dus uiteindelijk die stijging heeft plaatsgevonden, dan is er ruimte voor bijvoorbeeld een Ethereum en ook voor altcoins. Ik denk dat Ethereum nog steeds nog wel iets lagere levels ten opzichte van Bitcoin kan gaan opzoeken. Eigenlijk sinds dat um, Ethereum 2.0 uitgekomen is, heeft Ethereum eigenlijk alleen maar daling gezien ten opzichte van Bitcoin. Een 43% daling in ongeveer anderhalf jaar zelfs. En ik denk dat we zelfs nog een verdere daling zouden kunnen krijgen richting deze levels hier zo. Dus nog een 27, 28% daling ten opzichte van BTC zie ik zeker wel gebeuren met Ethereum. Maar zodra die correctie is geweest en zodra Bitcoin zijn moment heeft gehad, dan verwacht ik wel natuurlijk gewoon een altcoin boom. En dan zitten wij ook gepositioneerd niet alleen in Ethereum, maar ook in andere altcoins die mee kunnen profiteren. Zoals bijvoorbeeld een Polkadot en soms zelfs een Cardano. Nou, dat was het voor vandaag. Vond je dit nou een interessante video? Ram even op die duim omhoog en abonneer op het YouTube kanaal. En dan zie ik je in de volgende. Ciao, ciao.